President Santokki, u weet, ik begrijp u. Het land zit helemaal in crisis, in diepe dal. En ik begrijp uw situatie. Het volk leidt honger, dat weet u zelf. U zit nu in Egypte. Eigenlijk moeten we allemaal offers brengen. Maar u als president moet eigenlijk de voorbeeld geven. En ik heb een advies voor u. Als u denkt om het volk echt te helpen, dan weet u, in Egypte worden vrouwen voor kamelen geruild. Het zou het land en volk goed doen, president, als u Melissa daar inruilt voor een kameel. En dan het kameel naar Suriname brengt, dat de ministers tenminste op een kameel kunnen zitten en aan het werk kunnen gaan. Wegens de dure brandstofprijs. Maar ik denk dat ze voor Melissa geen één kameel gaan geven, president. U moet misschien geld bijleggen. Maar Santokki, als er geld moet bijgelegd worden, dan leg ik dat. Al eet ik een halve brood per dag, maakt niet uit. Die offer breng ik zeker. Als u maar eens bent met mij.